Troch het mooie waar water dit hier minder museumbezieten verwachten als in 2013. De goeie cijfers wie in het Museum Federatie Friesland dan ook een verrassing. Met 75 musea in Friesland hebben we meer dan 100.000 bezoekers meer dan vorig jaar gehaald. En we zitten nu op 969.000 bezoekers. En dat is heel mooi. Het Fries Museum en het Natuurmuseum in Ljouwert hier in beide een record rondom bezoekers. En ik ben bij het Bijgeliks Museum Belvedere in Oranjewoud, het Jopie Huisman Museum in Warkum en het Hannema Hoes in Haans kamen meer mensen. We zijn sowieso altijd al vrij hoog. Stabiel gaat het goed, al jaren. Maar extra activiteiten, een mooie tentoonstelling, dat zijn dan toch wel de dingen waar mensen op afkomen. En waardoor je net met z'n allen wat hoger uitstijgt dan de andere jaren. Maar eerlijk moet ik ook zeggen, het hoge aantal van het topjaar van het Fries Museum van ruim 110.000 bezoekers heeft natuurlijk dat aantal ook fix beïnvloed. Het Fries Museum, dat sinds september 2013 open is, is blijd met de cijfers. Het jongens verwachten pas in 2016 de 100.000 bezoekers per jaar te halen. Tjeerd Rintjema van het Fries Museum denkt dat het toch het aanbod komt. Dus regelmatig wisselende tentoonstellingen. Daarnaast organiseren we een heel soort activiteiten. Ik voor Ben. Nou, in de vakantie is er ook weer van alles te dwaan. Ben kan hun eigen banner, Gerrit Benners schilderij meidje. Of een eigen familiewapen ontwerpen. Of ze kennen zelfs eigen games meidje in New Horizons. De kunst achter games op het tweede etage. Dus ik geef gewoon mee verder, want dat werkt hartstikke goed. En als die magische grens van 100.000 in een keer verbrutsen is, moet die vanzelf staan houden. Natuurlijk zit er nog een beetje onrin effect bij. He, van het mooie nieuwe gebouw wat de mensen eventjes van binnen zien wollen. Maar ja, de 100.000, daar hopen we toch stiekem wollen op, zeker.